Op dit moment zijn we hier in de museumboerderij van Staphorst. Morgen wordt het museum geopend. En dan is er tevens een expositie te zien van Stien Eelsink. Zij heeft hier een hele lange tijd gewoond, hier in Staphorst. En straks krijgt u daar een aantal beelden van. Ik heb hier tegenover me staan Johan de Bruin. Jij bent antropoloog, als ik me niet vergis. Dat klopt, ik ben antropoloog. En jij hebt in Amsterdam gestudeerd. En hield mij daar bijvoorbeeld bezig met tradities en rituelen. En de streekdrachten van Nederland, de streekdrachten van Staphorst bijvoorbeeld. Ja, en dit triggerde jou op een gegeven moment. Zo, Stien Eelsink was voor jou eigenlijk de schilderes, om het zo te zeggen. Ja, Stien Eelsink en de mensen om haar heen. De mensen die in haar circuit, dan heb je het over bijvoorbeeld de Groninger Ploeg. Je hebt het over de Bergense School. Mensen die echt keken naar de schilders, die keken naar de mensen op het land. En dat had Stien Eelsink ook. Stien Eelsink keek naar de mensen in Staphorst en was mateloos geboeid door wat hier allemaal gebeurde. En hoe mensen zich bewogen in de groep, bewogen op het land. Hoe ze zich staande hielden in de Staphorstse samenleving. Ja, ja, ja. Van de wieg tot het graf heet de tentoonstelling. Hoe lang duurt de tentoonstelling? De tentoonstelling begint op 28 maart. Dat is zaterdag. En gaat door tot 1 november. Ja. En waarom nou van de wieg tot het graf? Wij hebben geprobeerd om onbekende werken van Stien Eelsink bij elkaar te verzamelen als tentoonstellingscommissie. Met name werken uit particuliere collecties. Werken die eigenlijk ergens boven de bank hangen en verder weinig te zien zijn. En hebben toen gedacht, hoe kun je nou het beste die Staphorster werken van Stien Eelsink, schilderijen, gouaches, tekeningen, hoe kun je die het beste presenteren? Nou, Stien Eelsink was in Staphorst heel veel bezig met letterlijk van de wieg tot het graf. Ze schilderde de kinderen, ze schilderde de weg naar volwassenheid, het werk op het land en uiteindelijk naar de dood toe. Het afscheid nemen van de mensen in de omgeving en vandaar de wieg tot het graf. Ja. Want eigenlijk kwam zij uit Amsterdam, geloof ik, hè? Ja, nou, zij komt uit Zwolle oorspronkelijk. Ze is in Zwolle geboren in een tamelijk welgesteld gezin. Was ook helemaal niet voorbestemd om de schilderkunst in te gaan. Haar ouders wilden liever dat ze pianolerares zou worden. Maar daar voelde ze eigenlijk helemaal niets voor. En zij heeft op een gegeven moment haar zin doorgedreven en is toch gaan schilderen. Ging op een zeker moment naar Amsterdam toe, want in Amsterdam gebeurde het toch. Het bloed kriebelde toch. Het bloed kruipte waar het niet gaan kon. En ze kwam regelmatig naar Staphorst. Want de Staphorsters kenden ze nog uit haar jeugd in Zwolle. Ze zag op de markt in Zwolle, op de weekmarkt, zag zij de Staphorsters rondlopen en ze vond dat fascinerend. En nou ja, als ze dan naar Staphorst toe kwam, dan huurde ze een kamer in een café hier ter plaatse. En ontving daar Staphorsters die soms voor geld of soms voor niets voor haar poseerden. En dat werden haar werk en zij werd verliefd op het dorp. Ja. En eigenlijk is ze in de oorlog, is ze geloof ik hier gekomen in Staphorst. Want ze vond het een beetje te heet onder de voeten ten aanzien van de Duitsers daar. En toen is ze hier in Staphorst komen wonen, als ik me niet vergis. Dat klopt. Zij is in 1942 naar Staphorst gekomen. Ze heeft hier samen met haar man Roelof Francot een boerderij gehuurd. Een nogal bouwvallig geheel. Heeft het helemaal zelf opgeknapt samen met haar man. Heeft de vloeren heeft ze felrood geverfd. Ze heeft oude meubels opgeknapt en opnieuw gestoffeerd. De buitenkant wit geverfd. Vandaar ook de bijnaam de Witte Boerderij. Ja. Want ze zei, ja, ik moet dat ding wit verven, want anders dan hou ik het ongedierte niet buiten. De gemeente was daar natuurlijk niet blij mee, want dat paste niet in het plaatje. Maar voor haar werd het de Witte Boerderij. En dat werd haar wereld. Ja. Ik kan me voorstellen voor de Staphorsters dat dit heel erg mooi is. En ik kan me ook voorstellen voor het onderwijs hier in deze buurt, dat het onderwijs hier ook wel iets mee wil. Zeker. Om de eerste vraag te beantwoorden, de Staphorsters vinden dit interessant. Natuurlijk verschillen de smaken. Sommige mensen vinden het vreselijk en andere mensen vinden het prachtig. Heel veel mensen vinden vooral die herkenbare periode van Stien Eelsink het meest interessant. Als je de mensen nog kunt kennen, de mensen die afgebeeld worden. En op een gegeven moment gaat Stien Eelsink abstracter werken, expressionistischer. En zie je dus niet meer wie het zijn. En dan wordt het voor veel mensen ja, wat afstandelijker. Ik vind het prachtig. Ik vind het geweldig als je ziet hoe zij eigenlijk tot de essentie van de mens komt in haar schilderijen. Maar ja, smaken verschillen zoals gezegd. En wat u ook zegt, ja, dit is ook iets wat interessant is voor het onderwijs. In Museum Staphorst komen veel schoolklassen. En die worden hier met open armen ontvangen en rondgeleid. Ja.
Ja, eigenlijk was Stien niet alleen in Staphorst actief, maar ik geloof ook in Meppel. Omdat ze was, geloof ik, kunstlerares, als ik me niet vergis. Ja, zij was actief in het onderwijs in Meppel en in Zwolle. En er zijn volkstammen van kinderen van destijds, dan heb je dus over de jaren 50, die van haar hebben leren tekenen. En zij vond het prachtig om het ambacht van het schilderen, het ambacht van het tekenen door te geven aan de nieuwe generatie. En zij liet de kinderen dan ook alle ruimte. En zij moedigde de kinderen aan om zich te uiten in de kunst. Ja. Nou, misschien een idee om nou zometeen eventjes de periodes even langs te gaan. En misschien dat je nog wat commentaar erbij kan leveren. We staan hier aan het begin van de tentoonstelling en we kijken naar Poppekieken. De jonge moeder ontvangt hier haar buurvrouwen die het pasgeboren kind komen bewonderen. De kindertijd. We kijken hier naar een werk van Stien Ilsing dat eigenlijk zelden door de buitenwereld gezien is. Een jong meisje moest voor haar poseren en zet hier haar liefste glimlach op naar de kunstenares. Een werk uit de vroegste periode van Stien Ilsing. Twee jonge kinderen die voor haar poseren. En met dit werk heeft ze ontzettend veel succes gehad. Hier kijken we naar Ondertrouw. Twee jonge geliefden drinken de brandewijn en nou ja, vieren alles wat komen gaat. De Schaft, een werk uit de tweede periode van Stien Ilsing die ontzettend kenmerkend is voor haar. Hierin zie je eigenlijk de echte Stien Ilsing. Krachtige kleuren, harde lijnen. Erg aantrekkelijk. Werk op het land. Je ziet hier dat Stien Ilsing niet alleen schilderde, maar ook andere technieken gebruikte. Ze werkte hier met houtskool. En dit werk is eigenlijk nog maar heel zelden in het publiek te zien geweest. Het ziekbed. Een heel aangrijpend werk, vlak voordat Stien Ilsing zelf kwam te overlijden. Verdriet. Het zegt het eigenlijk al. En Stien brengt het zo ontzettend beeldend in beeld. In heel krachtige kleuren laat Stien Ilsing hier zien hoe de buurvrouwen het doodskleed naaien van de pas overledene. En de weduwe, die zie je op de voorgrond en die huilt.